Hoi allemaal, het is lunchtijd. En voor de lunch gaan we een broodwrap met rucola en komkommer maken. Doe je mee? Zijn jullie handen schoon? Mooi, dan gaan we beginnen. Weten jullie wat dit is? Dit is een deegroller. Hiermee maak je deeg plat. Maar wij gaan geen deeg plat maken. We gaan namelijk een boterham plat maken. Hiervoor pak ik een boterham. En met de deegroller rol ik er overheen, zodat ik hem straks mooi kan oprollen. Zie je? Zo is hij veel platter. Kijk eens hoe plat de boterham is. Ik leg de boterham even aan de kant, want we gaan eerst de komkommer snijden. Om de komkommer goed te snijden, hou je vingers zo, net een kattenklauw. Die zet je op de komkommer. En we halveren de komkommer eerst. Dan zet je de komkommer plat neer en snij je dunne plakjes. Handig hè, zo'n kattenklauw. Die zet ik weer even aan de kant, want we gaan verder met de boterham. De boterham besmeer ik met een mespuntje margarine. En dan smeer ik de boterham in met een beetje zuivelspread. In het midden leggen we wat plakjes komkommer. En dan nog een beetje rucola. Rucola wordt ook wel raketsla genoemd. Weet je waarom? Kijk maar naar zo'n blaadje. Lijkt net een raket. Wee! Zo, allemaal in het midden. En dan gaan we nu rollen. Zo. Probeer een stevige rol te maken, zodat het niet uit elkaar valt. Zo, het moeilijkste hebben we gehad. Nu nog een vlaggetje erin. En we hebben een heerlijk lunchgerecht. Eet smakelijk!